We hebben het al vaker vermeld. Voetbalclub Bladella bestaat 100 jaar. En dat laten ze in bladen natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Op zondag 5 september werd er door niemand thuis in Bladel gekookt. Diverse restauranthouders uit Bladel presenteerden hun culinaire kunsten op Sportpark de Smachtenbocht. En ook was er muziek, dans en entertainment. Voor de jeugd een voetbalkermis. En later op de dag werden hete luchtballonnen opgetuigd die vroeg in de avond vertrokken voor een vlucht boven de Kempen. Thank you.